Yo, kijkers van Online Games, en welkom terug. Eindelijk weer eens terug bij een gloednieuwe aflevering van Prisoner's Edict. Goed, behoorlijke tijd geleden, 2 weken gebleven, en ik heb geen idee waar we zijn gebleven, maar dat komen we vanzelf wel uit. Ik hoop dat jullie behoorlijk veel zin hebben. Laten we gewoon lekker beginnen met een aflevering Prisoner's Edict. Dus behoorlijke tijd geleden, laten we gewoon heerlijk beginnen. Jawel. Ja. Goed, waar zijn we gebleven? Ik zal het niet weten. We waren iets met vloeren bezig of zo. Oh ja, deze vloer. Daar waren we ongeveer een beetje mee bezig. Vier cellen zijn leeg. Daar zijn we even kijken. Hoe dat daar zit. 70, 76. Zeggen de 4 van die 90. Moeten er 10 vanaf. Eigenlijk. Hier kunnen er 10 bij en hier. Ja, die schrijven nog 36, 37, 38, 39. Hier te kijken. Kunnen er weer 4 bij doen. Maar dat zijn er maar 4. Hè. Eten komt. Wat wilde ik verder gaan bouwen? Ik wil hier weer wat werkzaamheden doen. En nu wil ik hier. Wilde ik de doodstraf gaan doen. Dus we beginnen dit stukje en dan moeten we hier. Zien wat we, kijk wat we daar zien. Ook eenzaam opzetten, dat moeten we ook nog doen. Hoe gaan we dat oplossen? Dat moet ook ergens komen. Ja, dat kan op zich wel hier zo. Maar goed, ik heb echt niet genoeg geld. Oh, dat gaat echt niet goed, maar goed. Ja, laat ik gewoon lekker snel doorspoelen. Ik ga nu allemaal eten. Hier zijn alle vloeren gedaan, hè? Dit is gedaan. Ik geloof het hier zo wel. Alleen daar moet nog, daar. Hier nog. En hier nog. Van stomme tegels. Laten we dit dan ook gewoon zo doen. Ja, het ziet niet veel op, hè. Maar beetje voor beetje komen we er wel. Zo. Laten we eens alle vloeren doen totdat we weer iets hebben. Gaat steeds beetje voor beetje, dat komt helemaal goed. Ja. Oké. Zo.
723, ja nee, dat is nog niet voldoende. Het begint donker te worden, iedereen moet naar zijn cellen. Het gaat niet en het is twee stroken, ja, zo komen we er steeds wat dichter aan dichterbij. Er zijn alle vloeren gedaan, hier moet ook nog wat vloeren. Dit is gedaan, dit. Dit ook, dit. Hier moet ook nog vloeren, daar moet nog vloer komen, daar. Hier trouwens ook bij de beveiliging. En dit stuk is bijna klaar. Behalve dit stuk nu nog. En hier. Ja, hoe zit het nou met de was? Oké, kijk eens aan. Dat wordt allemaal mooi gedaan. En een paar ingaan opsluitingen. Ze kunnen natuurlijk gewoon hier gaan slapen, maar ze hebben... wordt alles goed gedaan. Twee gevangenen komen, 25 gevangenen verschillende voorkomens voor de vervoer gevraagd. Oké. Ik heb nu nog wel wat. Kijk, het zijn dus weer drie lagen. Dat scheelt weer. Dus kunnen er nog vier bij komen. Komt er een post daar, mooi. Ik hoop geen geruil, hier zit een man. Komen de mensen daar ook. Heel mooi. 18 zijn aan het rijden, waar. Ha, dat dacht ik dus al daar. Oh shit, dat gaat foute boel worden. Meer mensen eraan kunnen, kom maar, 24. Daar is mooi in gevallen. Oh shit, hij heeft een gun.
gewoon dat oplossen. Pauze. Dat eerst. Ik moet eerst sowieso die vloeren. Zo. En nu? Alle eenheden daar drin zetten, want ze moeten wel ver lopen, zeg. Wat gaat hij doen? Geld. Gewoon geld. Shit. Eigenlijk niet. Doe de geld aan. Ik ga toch binnenkort de grond dik onder zo doen. Dat kan nu wel grondelijk onderzoek. Kom maar aan. Laat ook tenminste wel twee gevangenen, twee bewaakt even dit allemaal onderzoeken, dat komt helemaal goed. Ze zijn nog bezig. Twee, drie man hebben we nodig om hem onder controle te krijgen. Zijn er een paar dooien, hier zijn er een paar dooien. Vijfentachtig, oké. Dus dat betekent dat we een bendig redelijk helemaal goed hebben. Maar het is nooit leuk om rellen te hebben. Nou goed. Ik zou ook min 197, ook dat nog, jongen. Hoe mensen zijn er gewoon? Vijf keer heb een medische 42 uur op iemand opgelopen. Oké, heel fijn dat je dit aan het werk bent, ga zo door, jongen.
Hij is met die nummerborden bezig. Hebben we geen dokters meer? Water. Dood. Wat is hij aan het doen? Hij staat aan het klooien. Hij is bezig. Ah, kijk, hij staat ook niet. Mooi. Dat er gewoon eentje standaard gewoon hier moet zijn. Oh shit! Shit, I'm here. Tunnels verwijderen. Het is een beetje een paar door, ja. Dus we zouden een nieuwe vrachtwagen wagen. Gaat het wat sneller? Ah mooi, daar is een bed die goed is. Kijk hoeveel mensen er zijn. Er zijn er een paar vrijgelaten, mooi. Zo zei, ik krijg daar 3000 bij. We hebben 7. Ah, dat vloeren. Net niet, dat maakt niet zo uit. Zo. Nou, even dit. Stop. Nu kan ik er wel. Nu gaan we ook personeel aannemen. 67. Kijk. Staat hier op 70.
tunnels verwijderen. Zit hier, hop die. Twee nieuwe honden erbij. Die is weer eens fijn. Iets sneller. Iedereen is een stijl terug. We zijn al bijna 22 minuten bezig. Goed, het doet allemaal goed. Ik denk dat ik het hier zo ben gelaten. Hoe ver zit me? Ah, hier. We hebben dus 88 in één keer. 74, 66 dus. Ik hoop dat het allemaal goed komt. 228 en we hebben plaats voor 240. Goed, maar ik ga het hier zo bij laten. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende aflevering van Prison Ice Tech. Wanneer, dat weet ik nog niet. Dat zien we dan nog wel. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer dan maar weer, jongens. Mazzel!